dag op het musicalkamp. En zo langzamerhand worden de leerlingen wel nieuwsgierig naar de rolverdeling. Misschien gaan ze er vandaag zo over vertellen. Waarover? De rolverdeling. Ik ben veel meer benieuwd wie de grote beschuitchallenge gaat winnen. We zijn op kamp. Hoezo ga je dan serieus lopen doen? Oké, wie doet er mee? We hadden maar 3 uur geslapen. En toen ik in slaap viel, was ik zo moe dat ik niet eens bang was in het donker. Misschien ook omdat het toen al licht werd. Ja, ik eet liever mijn broodje als jullie dat niet erg vinden. Goed plan. Jij mag nog wel wat groeien, kleintje. Oh, Joshua, alsjeblieft. Kan je even normaal doen? Ik geloof niet in normaal, juf. Jullie zijn echt boring. Of jullie super vermoeiend. Liv is nooit een vriendin geweest, maar ze is nu al een paar dagen onuitstaanbaar. Kan iemand me vertellen waarom? Ik droomde vannacht dat het weer aan was tussen mij en Tijn. Toen werd ik eens wakker met een super naar gevoel. Wie het eerst kan fluiten, die heeft gewonnen. Deal? Oké. 3, 2, 1. Ik doe mee. Gelukkig. Twee mensen die niet zoals zij zijn. Ja? Ja. Oké, 3, 2, 1. Dani is net een gast eigenlijk. Hoe ze at. Wel lachen, maar niet te aantrekkelijk of zo. Zijn jullie een kleuters? Kom op, jongens. Is het nou afgelopen? Keten is leuk, maar niet als je eigenlijk een hoofdrol wil. Want de juf was echt niet blij. Dit is groep 8 van de 7 Sprong uit Scherpenzeel. De klas gaat op musicalkamp om een eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. Oké, ik wil beginnen. Maar ik mis nog een paar mensen. Oh, ik ga even kijken. Fijn. Meiden, 8:45 is 8:45, hè? Ja, maar het is toch vakantie? Oh, als je dit als vakantie ziet, dan weet ik niet wat je hier komt doen. We hebben maar heel weinig tijd, hè? Kom. We gaan vandaag in groepjes werken aan scène 3. Dat is de ontmoeting tussen Daan, de paparazzi-fotograaf, en de 3 vriendinnen voor het hotel. En later komen ook nog de portier en Koen erbij. Ik wil dat jullie die scène proberen te spelen op een eigen, nieuwe, originele manier. Dus kijk wat je kan bedenken. Jullie krijgen daarvoor 20 minuten en Maurice gaat de script uitdelen. Dan ga ik even groepjes maken. Liv, Noelle, Amélie met Tijn en Rens. Dat is 1 groepje. Morris, Hidde met Fenna, Nova. Kom even naar voren. Fenna, Nova. Bo, kom jij ook bij dit groepje? En dan heb ik nog Joshua, Dani, Tycho en Marit. Oké, neem een plek in de ruimte. De tijd gaat nu in. Maak er iets origineels van. Wat moeten we nou weer doen? Oh, aan scène 3 werken en over 20 minuten presteren. Oh, scène 3. Dat is de scène met 3 vriendinnen. Relaxed. Hebben we toch ineens 20 minuten pauze? Nova en Fenna maakt het niks uit welke rol ze krijgen. Ik wel. Ik ga liever de hoofdrol. Maar ik denk dat Nova het heel stom vindt als ik dat nu zeg. Ik heb dus een challenge voor vanavond. Kijk. Ik kan me echt niet concentreren hoor, naar jullie. Nova. Nou, aan het eind van de dag krijg je hem terug. Dit doe je toch niet? Wat een rotstreek. Als je het niet nog erger wil maken, is het misschien beter om een beetje in te houden. Ze pakt zomaar mijn telefoon af. Nou, zo zomaar was het niet. Straks hebben ze het zo gehad dat ze ons verstraft naar huis sturen. En dan wil helemaal geen kamp meer. Naar huis? Dat zouden ze echt niet doen, toch? Moet je niet, we staan nu maar in de weg. Voor mij alleen maar lekker dat Bo, Fenna en Nova alleen maar aan het keten zijn. Toch weer 3 concurrenten minder op de hoofdrol. Ik denk dat Maurice het belangrijkste is in bepalen wie welke rol krijgt. Dus ik moet hem laten zien dat ik eigenlijk wel serieus ben en voor de hoofdrol wil gaan. De klas heeft hard gerepeteerd voor hun eindmusical. Nova baalt dat ze de hele dag haar telefoon heeft moeten missen. Nou, jongens. Nova. Ja, een musical is misschien niet helemaal je ding. Dat kan. Maar het is nog geen reden om continu te lopen klieren, hè? En ik begrijp ook echt wel dat je lekker lol wil maken, maar er moet straks wel een musical op het podium staan. En dat lukt dus niet als je de hele tijd met van alles bezig bent, behalve met repeteren. Ja, dus je gedraagt je nu. Ja, en zo niet, dan zijn er echt consequenties. Is dat duidelijk? Ja. En dat geldt niet alleen voor Nova, hè? Dat geldt voor jullie allemaal. Ja. Ja. Wat ze met consequenties bedoelde, dat weet ik niet precies. Maar door wat Boma had verteld, ben ik toch ineens bang dat ze mijn ouders gaan bellen om te vragen of ze me komen ophalen. Hoe moet dat nou, joh? Als je niet eens weet wat dat betekent. Je rustig houden. Je zit je nu ook weer in te houden, hè? Of niet soms?
Eigenlijk wil je tegen me schreeuwen. Kom, Heidi, we gaan. Nova denkt misschien dat ze me kan negeren, maar het heeft ze echt helemaal mis. Waarom doe je zo moeilijk? Zo doe ik het altijd. Is er iets? Nee, niks. Ik had een appje van mijn moeder. Zij en mijn vader hebben echt superveel gedoe. Dus als ik ergens niet aan wil denken, dan is het aan thuis. Als je Liv echt wil zieken, zou je eigenlijk iets met Tijn moeten beginnen. Dan zou ze pas echt balen. Ik ga echt geen verkering met Tijn nemen om Liv te zieken. Zullen we dan nu maar onze tanden gaan poetsen en op tijd naar bed? Ja. Ik was blij dat we vroeg gingen slapen. Maar dat betekende wel dat ik in mijn eentje in het donker moest gaan liggen staren. Ja, ik wil dus niks meer horen. Is dat duidelijk? Ja. Nou, slaap lekker. Iedereen is alweer vroeg uit de veren voor een nieuwe dag op het musicalkamp. Behalve Nova, die nog in diepe slaap is. Nova, wakker worden. Ja, ik ben wakker. Niet opnieuw in slaap vallen, hè? Komt goed. Oké, is goed. Ik heb nog zo lang aan het berichtje van mijn moeder liggen denken, dat ik gewoon helemaal niet kon slapen. Zie je wel dat Nova niet gewoon rustig kan doen? Ze ligt anders behoorlijk stil. Nou, dat ze gewoon niet kan doen wat er gevraagd wordt, bedoel ik. Er zijn nou eenmaal kinderen die denken dat ze meer mogen dan de rest. Vooral kinderen die thuis als een prinsesje worden behandeld. Die zijn gewend dat thuis alles om hen draait. Dan is zo'n kamp heel moeilijk. Wat nou, prinsesje? Ik denk dat ik gelijk heb. Waarom zou ze zich anders zo aangevallen voelen? Rotwijf. Beter een rotwijf dan een verwend nest. Geloven? Aankleden. En over 5 minuten beneden. Allebei. Als ik door Liv naar huis word gestuurd, dan doe ik haar echt wat. Nova viel mij aan. Dat had de juf ook wel door. Nou, laat ik beginnen om te zeggen dat we echt heel erg teleurgesteld zijn in wat er is gebeurd. Ja, maar ik kon er niks aan doen. Nee, we gaan deze discussie niet voeren. Nee, ik heb precies gezien en gehoord wat er is gebeurd. En aan dit gedoe hebben jullie allebei schuld. Ja, en om voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt, hebben jullie de rest van het kamp strafcorvée. Strafcorvée? Samen. Samen? En repetities dan? Ja, die ga je voor een groot deel missen. Maar als ik niet bij de repetities ben, krijg ik ook geen hoofdrol. Ja, dat had je echt even eerder moeten bedenken. Nou, om te beginnen kunnen jullie vast het ontbijt klaar gaan zetten. En als jullie daar klaar mee zijn, dan kom je je weer melden, oké? Je wordt bedankt. Jij wordt bedankt. Geen idee wat ik erger vind. Dat Tijn me heeft gedumpt of dat ik nu repetities moet missen en minder kans heb op de hoofdrol. Tuurlijk baalde ik dat ik met Liv zat opgescheept. Maar waar ik bang voor was, dat is niet gebeurd. Ik hoef in ieder geval niet naar huis. Nog even beleg, dan ga ik zo wel thee zetten. Je hebt juf toch gehoord? Het moet samen. Echt niet dat ik meer strafcafé ga doen dan jij. Nou, je mag me wel dankbaar zijn. Nu hoef je in ieder geval niet meer mee te doen met die suffe repetities. Je snapt het echt niet, hè? Ik moet de hoofdrol hebben. Nou ja, Nova hoeft nu in ieder geval niet meer te zingen en te dansen en te springen. Misschien moeten wij ook om strafcafé vragen. Ik niet. Huh? Ik vind de musical veel leuker dan ik dacht. Ik wilde geen spelbreker zijn, maar eigenlijk lijkt die hoofdrol me best cool. Maar daar ben je toch veel te verlegen voor? Ja, dat is nog wel een dingetje. Maar ik was ook heel bang dat Nova het stom zou vinden als ik mijn best zou doen. Ja. Hoe je please je mond houden tegen Nova? Misschien slaat het nergens op dat ik aan die hoofdrol durf te denken. Liv, Amelie en Noëlle zijn veel beter dan ik. Al mag Liv nu niet meer meedoen, maar toch. Ik ga jou vertellen dat het anders dan. Boeken de suite aan de overkant. Vanavond.
zal zo meteen zien wat muziek voor jullie betekent. Wat het voor je doet, je passie, oké? Okay? Ja. Met muziek. En ik haal steeds iemand naar voren en dan krijg je een opdracht van me. Ja. En de rest is achtergrond en steunt degene die daarvoor staat. Oké, okay, juf, mag ik muziek? Eerst even met z'n allen. En gebruik dit voorspel al, dat doet iets met je, muziek. Het zingt overal, het zit in mijn hoofd. Muziek laat me nooit alleen. Precies. Ik zing voor mezelf, maar het liefste nog met iedereen. Contact! Oké, okay. Noelle, jij. Zolang we blijven zingen, kunnen we alles overwinnen. Muziek is er altijd bij. Geloof je er? Ja, ik geloof. Een sterk als een vriendschap. Het zet al mijn zorgen opzij. Oké, dankjewel. Heel goed. Bo. Ja. Laat de muziek maar klinken. En laat ons alles overwinnen. Je mag iets meer durven, iets harder. Probeer die teksten over te brengen. Muziek in mijn droom. Muziek is mijn droom. Muziek geeft me troost. Muziek geeft me hoop. Prachtig. We're walking the world. Let's sing together. Whatever unfolds, we make it better. We know we can. So here we stand. We move. Meisje heeft dus wel echt talent. Ja, maar ze moet wel meer lef krijgen. En ik weet niet of ze zo'n hoofdrol aan kan. Dankjewel. Heel. Marit. We know we can. So here we stand. We move with us. We sing together. Volgens mij vond Carline het niet echt super slecht. Ik weet alleen niet of ik ooit durf wat Noelle en Amélie durven. Mezelf laten zien en zeggen, hier ben ik. En als je een hoofdrol wil spelen in een musical, zou dat toch moeten. De volgende keer in de eindmusical. Hoeveel heb je nodig? 3. Dan krijg jij van mij 3 theedoeken, grap. Kijk eens aan. Hij trapt er gewoon in. Je hebt allemaal vlekken. Waarom doe je zo moeilijk? Ik bemoei me toch ook niet met jouw kleding? Ook al loop je een week lang met dezelfde sokken. Boeien. Ik geloof niet dat hij nog verandert, man. Het is niet normaal dat papa je slaat.